Wim de Dekker, allereerst proficiat met je huwelijk. Jij bent eind 2013 nog snel in het huwelijksbootje gestapt. Ja. Fijn voor jou? Ja, absoluut. Wat een week vrij, iets meer denk ik. En datum lag al langer vast. Wat logisch is natuurlijk, maar inderdaad in het huwelijksbootje gestapt. Oké, ja, dat zorgt vaak voor meer stabiliteit bij voetballers, zo'n gezinnetje starten. Dus goed, we zijn aan 2014 begonnen. Wat verwacht jij van dit sprenkelnieuwe jaar? Heel veel, maar had ik ook voor 2013. Dus oké, iedereen weet waar we nu voor staan. 14 heel belangrijke wedstrijden, waaronder nu zaterdag misschien wel de meest belangrijke, thuis Moes Kroen. Ja, indien je die winnend kunt afsluiten, is alles nog mogelijk. Ja, om ons goed te kunnen voorbereiden zijn we hier in Knokke, in Pavillon du Zoet. Hoe bevalt het jou hier? Het valt hier heel goed mee. De omstandigheden zijn schitterend. Op zich, als je zo'n weer hebt, wat toch wel het belangrijkste is, dat is de reden waarom dan de meeste clubs naar het buitenland trekken. Als je zo'n weer hebt, is 10 graden denk ik, dan moet je helemaal niet naar het buitenland. Dus omstandigheden zijn perfect. Ik denk, zo'n stage zorgt toch nog altijd voor... Je merkt dat in die groep, nu ben je echt 24 op 24 samen. En dat geeft toch wel een ander cachet dan dat je gewoon op Antwerpen moest blijven. Ja, je hoort ook wel eens dat zo'n stage in het buitenland soms nadelig is, omdat je in 30 graden traint in Turkije en dan terugkomt bij 5 graden. Ben je daarmee akkoord? Goh, alles hangt af van de omstandigheden zelf. Ik heb al stages meegemaakt dat we waren ingesneeuwd of dat er overstromingen bij wijze van spreken bijna waren. Kunnen we ook niet trainen. Dus ik zelf ben er niet zo'n voorstander van, echt buitenlandse stage. Dan verkies ik verkies dit. En nogmaals, als de omstandigheden nog meezitten, zolang de pleinen niet beenhard liggen, ja, fantastisch. Ja, en jullie trainen ook in goede omstandigheden bij de faciliteiten van FC Knokke? Ja, pleintjes liggen er niet perfect bij. Dat kan misschien ook niet, maar op zich zeker meer dan behoren of meer dan voldoende.